Welkom bij HSP Binnenwereld, een podcast over omgaan met emoties en gedachten als je hoogsensitief bent. Hoogsensitieve mensen hebben een rijke innerlijke belevingswereld en beleven alles intenser. Emoties en gedachten kunnen dan extra diep binnenkomen. In deze podcast geef ik je tips, informatie en oefeningen om daarmee om te gaan. Mijn naam is Irene Langeveld, HSP-coach en Clarity Process-trainer. Fijn dat je er bent. In deze podcast ontdek je hoe je goed voor jezelf kunt zorgen door je eigen lat een heel stuk of een klein stukje lager te leggen. Mensen die hoogsensitief zijn, die hebben de neiging om de lat voor zichzelf en misschien ook voor anderen heel erg hoog te leggen. Daar speelt perfectionisme een rol, maar daar speelt denk ik ook mee dat Hoogsensitieve mensen gewoon heel erg afgestemd zijn op hun omgeving. Heel erg vaak bezig zijn met wat de omgeving vindt. En daardoor uh, vaak ook heel uh, gevoelig zijn voor afwijzing bijvoorbeeld. En als jij nou maar zorgt dat jij je eigen lat heel erg, la heel erg hoog legt... dan uh, wordt de kans minder groot dat je wordt afgewezen. Dus het is een, ja, een logisch mechanisme, zeg maar. En het heeft ook voordelen. Want de lat hoog leggen... Zorg er ook voor dat de kwaliteit van je werk bijvoorbeeld hoog zal zijn. Het heeft ook minder fijne kanten. En dat is met name dat je natuurlijk jezelf verschrikkelijk in de weg kunt zitten als jij je lat zo hoog legt. En wat ik ook vaak zie en wat ik bij mezelf ook heb gezien, soms nog steeds wel eens zie, is dat die lat soms zo hoog ligt dat je hem niet kunt halen. En dan ben je natuurlijk alleen maar aan het vechten tegen jezelf en tegen hoe dingen zijn. En ja, daar schiet je echt helemaal niets mee op. Maar waar ik het vandaag ook vooral over wil hebben, is de periodes in je leven dat je die lat even bewust lager kunt leggen. En het kan zijn dat je dat een paar uur doet, of een dag, of een paar dagen, of misschien een wat langere periode, afhankelijk van. Ja, wat er gebeurt in jouw leven en waar jij behoefte aan hebt, en wat voor jou realistisch en haalbaar is. En daar kun je aan denken als je om wat voor reden dan ook um, ja, niet lekker in je vel zit. Dus het kan zijn dat je uh, fysiek even niet zo in orde bent, dat je ziek bent of ziek bent geweest, niet helemaal fit bent. Uh, als vrouw kun je het tijdens je menstruatie ervaren dat je gewoon uh, niet kunt wat je normaal gesproken kunt. Of dingen niet kunt doen op dezelfde manier of met dezelfde kwaliteit als je normaal gesproken doet. Dus dat zijn periodes dat je eraan kunt denken om die lat lager te leggen. Het kan ook zijn dat je het uh, mentaal of emotioneel zwaar hebt, uh, bijvoorbeeld als je in een helingsproces zit. Um, als er veel gebeurt van binnen, als er uh, oude dingen zijn aangeraakt, of misschien uh, zit je in een traject met een hulpverlener, of uh, zelfstandig waarbij je oude pijn aan het doorwerken bent, bijvoorbeeld. Dat is typisch zo'n periode dat je die lat gewoon heel laag moet leggen. Um, het kan zijn dat je in de rouw bent. Uh, dat er verdriet is en rouw kan zijn omdat uh, iemand is overleden. Maar rouw kan ook zijn dat je. Afscheid hebt genomen van een relatie of van uh, werk of uh, van een idee zelfs. Uh, dus je kunt rouwen omdat jouw leven anders is geworden dan jij altijd dacht, bijvoorbeeld. Dat kan ook een rouwproces geven. Je kunt de lat ook laag leggen, je mag de lat ook laag leggen als je het heel druk hebt gehad of als je overprikkeld bent. Dat is ook typisch zo'n periode dat het gewoon niet gaat om uh, het allemaal perfect te doen, zeg maar. En eigenlijk elke andere periode waar je van kunt bedenken uh, dat je wat extra zachtheid voor jezelf nodig hebt. Dus in al dat soort periodes kun je ja, dat toepassen: hé, hey, maar wat verwacht ik van mezelf? En hoe kan ik die verwachtingen bijstellen zodat ze passen bij waar ik nu. Sta. En hoe ziet dat er dan uit, die lat laag leggen? En ik hou heel erg van deze term. Ik gebruik hem ook vaak met vriendinnen. En soms zijn er ook vriendinnen die mij eraan helpen herinneren uh, dat het even omlaag mag, um, omdat het zo praktisch is. En hoe dat eruit ziet, is wel voor iedereen anders en is ook in elke situatie anders. Dus je mag elke keer weer gaan kijken, en dat is sowieso een vaardigheid die heel fijn is om te ontwikkelen. Elke keer kijken: oké, okay, wat kan ik van mezelf verwachten? Wat is uh, realistisch? Hoe, hoe zit ik erbij? En het fijnste is denk ik als ik eerst vertel over wat ik doe, of wat er mogelijk is als je die lat zeg maar, op de grond legt. Nou, de lat op de grond leggen kun je doen als het echt heel zwaar is. Dus als je echt merkt dat je moeite hebt om te functioneren, om wat voor reden dan ook. En in zo'n periode mag je en moet je misschien wel die lat op de, op de grond leggen, omdat er gewoon meer niet mogelijk is. Maar dan is het fijn om even na te gaan van wat is het nou wat er echt moet gebeuren in deze situatie, op dit moment of de komende dagen. En daar dan ook nog eens kritisch naar kijken. Want soms denken we dat dingen moeten. Terwijl als we echt gaan kijken, blijkt dat het ook best wel op een andere manier kan. Of misschien toch niet helemaal nodig is. Dus wat er echt gedaan moet worden. Wat er echt moet gebeuren. Is dat jij kunt eten. Dus um, er moeten boodschappen gedaan worden. Of er moet eten besteld worden. En dat kun jij misschien doen. Dat is misschien een van de dingen die je wel kunt doen. Of misschien zijn er andere mensen die dat voor jou kunnen doen. Of misschien kun je het laten bezorgen. Dus je kunt daar een weg in vinden. Wat is de, de praktische weg die nu voor mij mogelijk is? Nou, dan moet er natuurlijk ook van die boodschappen moet dan weer eten gemaakt worden. Dus er moet iemand koken. Moet jij dat doen? Kan iemand anders dat doen? Um, of kan de pizzabakker om de hoeken doen? De lat mag op de grond. Dus geen oordeel. In die periode is echt alles oké. Okay. Als je maar gewoon ja, aan je eerste levensbehoeftes kunt voldoen. Dan zijn er misschien ook andere dingen waarvan je zegt... Ja, dat is ook wel handig als dat gedaan wordt. Um, de was bijvoorbeeld. Op een gegeven moment moet je wassen natuurlijk. Zeker als het een wat langere periode is. Maar is het dan ook echt nodig dat die was keurig opgevouwen in de, komt, in, in de kast komt te liggen? Of is het oké okay als je die een week... Van het rek haalt of je gezinsleden ook gewoon hun sokken van het rek halen in plaats van uit hun kast. Wat is er mogelijk? Dus, dus pas het aan en kijk wat er echt, echt, echt nodig is en hoe je dat kunt regelen op een manier die voor jou haalbaar is. Dus dat is de lat op de grond leggen. Nou, misschien is het helemaal niet nodig om die, om die lat helemaal op de grond te leggen. Dan kun je hem iets hoger zetten. En dat is dan natuurlijk ook fijn, want het is fijn om de dingen te kunnen doen: om voor jezelf te zorgen, om misschien voor je gezin te zorgen, om te werken, dat soort dingen. Dus dan kun je als het ware aan die basis toevoegen wat jij wilt. Dus je kunt misschien eenvoudige taken doen. Uh, als ik kijk naar mijn werk, mijn ondernemerschap. Dan zijn er taken die veel energie vragen of meer energie vragen. En er zijn taken die weinig energie vragen. Dus er is altijd wel een administratie die gedaan kan worden. En dat is een taak die niet zo heel veel van mij vraagt. Dat kan ik vrij makkelijk doen. Dat kost minder energie dan een podcast maken of een blog schrijven. Omdat daar altijd weer dat, uh, de energie van naar buiten gaan uh, bij hoort. En ook meer mentale. Uh, Lood is zeg maar, hoe zeg ik dat? Mentaal is mentaal meer nodig zodat ik ook een, een, een coherent verhaal aan jullie kan vertellen. Zeg maar. Dus die administratie, dat is nou typisch zoiets wat kan als die lat wat lager ligt, of bijvoorbeeld bepaalde trainingen uh, volgen die ik zelf volg voor mijn bedrijf, of uh, nou ja, wat het ook is. En waarschijnlijk zijn er in jouw werk ook dingen die uh, wat makkelijker zijn. En thuis ook. Er zijn dingen die wat minder energie vragen en er zijn dingen die wat meer energie vragen. En je kunt ook uh, misschien ingewikkelde vraagstukken of beslissingen die je moet nemen, even uitstellen totdat je wat steviger op je benen staat. Dus dat zijn allemaal dingen die je kunt doen, die je kunt aanpassen, zodat het voor jou werkt. En uh, wat ook dan fijn is om in je achterhoofd te houden, is dat goed genoeg, goed genoeg is, in plaats van het moet perfect zijn. Dus dat perfectionistische stemmetje is natuurlijk het eerste wat zachter mag worden op het moment dat je die lat laag legt. En goed genoeg is goed genoeg. En dat is ook echt zo, want dat perfectionisme dat zit, kan zo in de weg zitten. Als ik geluisterd had naar mijn perfectionisme, naar dat zinnetje 'het moet perfect zijn', dan was denk ik waren er misschien één of twee podcastafleveringen ooit gepubliceerd in plaats van de 27 die het er nu zijn. En dat is goed om bij stil te staan. Dus perfectionisme en die enorme hoge lat kan je enorm blokkeren om dingen te doen die uh, waardevol zijn, die goed genoeg zijn. En um, ja, hou, hou daar een oogje op voor jezelf. En geef jezelf toestemming om afhankelijk van waar je bent en hoe het met je gaat, die lat op een bepaalde hoogte of laagte neer te leggen. En. Um, Vooral ook als het echt nodig is om die lat gewoon eventjes op de grond te leggen. En op het moment dat je dat doet, geef je jezelf ook de ruimte om weer in balans te komen om te herstellen. Waardoor dat ook op een natuurlijke manier weer kan gaan groeien. En dan kun je vanzelf weer meer dingen uh, oppakken en met meer gemak dingen oppakken. Dus dat is een beetje ook de natuurlijke flow volgen van wat jouw lichaam, wat jouw hele systeem, dus mentaal, emotioneel en fysiek, aangeeft wat er nodig is. Dus dat was het voor vandaag. Uh, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En uh, heb je vragen, kun je me altijd bereiken via e-mail. Ik krijg soms ook berichtjes via Instagram, vind ik hartstikke leuk. Maar soms dan mis ik die omdat uh, het ergens dan in de diepe krochten van Instagram, uh, ergens in een, in een verborgen mapje terechtkomt. Dus mocht het wat langer duren, uh, neem me niet kwalijk. En uh, ja, ik wens je zachtheid voor jezelf. En een hele fijne dag, waar je ook bent. Dank je wel voor het luisteren naar HSP Binnenwereld. Wil je meer tips, oefeningen en meditaties? Ga dan naar irenelangeveld.nl voor de gratis minicursus in balans met hooggevoeligheid. En neem gerust contact met mij op als je iets wilt vragen of delen. Als je dit een fijne podcast vindt, abonneer je dan of laat een review achter. Graag tot een volgende keer.